Goedendag, vandaag hebben we de launch gehad van de vaccinatievoorlichtingscampagne van het ministerie van Volksgezondheid, welke zich richt op het informeren en activeren om te gaan vaccineren. De launch werd gedaan door de president van de Republiek Suriname in de congreshal. De campagne wordt uitgevoerd door de Backlot. De organisatie is geselecteerd nadat er een openbare inschrijving is gedaan. Door gebruik te maken van traditionele, maar natuurlijk ook de nieuwe media, willen we u als samenleving bereiken. De campagne wordt ondersteund door UNICEF, PAHO en SUFOSU. De aarde, de wereld, heeft bijna 8 miljard bewoners. En uiteindelijk zullen de meeste van hen tegen het coronavirus moeten worden gevaccineerd. Ook wij in Suriname komen hier niet aan. We komen niet aan omdat vaccineren op dit moment de enige oplossing is om terug te gaan naar het normaal. Het COVID-19 vaccin voorkomt dat we ernstig ziek worden en het kan levens redden. Het vaccin is ook enorm van belang om de economie van ons land terug te brengen, zodat we een gezonde samenleving hebben. We zijn in Suriname gestart op 23 februari 2021 met het vaccineren tegen COVID-19. En we zijn gestart met onze frontlinie-werkers. We hebben hier 10 dagen. En vanmorgen heb ik nog de laatste update waar we al bij de 1300 doses die toegediend zijn. Verdeeld over 6 ziekenhuizen. En als ik het goed heb, 5 RGD-polies. Of 4 RGD-polies. 5. En morgen gaan we van start bij het psychiatrisch centrum Suriname. En zo breiden we uit. De medische zending. Daarom is de directeur hier. Ik heb hem speciaal uitgenodigd omdat we in het weekend gezamenlijk een werkbezoek hebben verricht aan de dorpen langs de Suriname rivier, waar we ook hebben gehoord. We hebben ook gehoord dat er misinformatie is. We hebben ook gezien dat er veel ruis is. Men twijfelt. Men twijfelt veel en men is bezorgd. Van we kiezen dit aan juiste dressie. Laat die ook iemand aan juiste spoitie. Kiesang, zei dit. Zei dit. Dat is allemaal niet te maken met informatie. In Ikeri is het de medisch directeur Jyotish Jagannath die de spits mocht afbeten. Hij was namelijk de eerste Nikeriaan die werd gevaccineerd. Aan het COVID-19-journaal geeft de directeur te kennen dat het een doodnormale prik is. Verder laat hij ook weten dat COVID nooit meer weggaat. Het is er om te blijven. Dus om jou en je medemens te beschermen, laat je dan vaccineren. Aan degenen die op social media valse berichten verspreiden, zegt hij dat hij de mensen niet kwalijk neemt. Het is gewoon onwetendheid bij bepaalde mensen. Laat je beter informeren, alvorens conclusies te trekken. Aldus medisch directeur Jyotish Jagannath. De algemeen directeur van het MMC, Shaista Abdul, brak een lans voor het zorgpersoneel in de frontlinie dat voor hete vuren heeft gestaan in dit grensdistrict. Ze riep de totale gemeenschap op zich te blijven houden aan de regels om COVID-19 in bedwang te houden. Voor de garantie dat zij hun dienstverlening naar de gemeenschap onverkort kunnen voortzetten zonder enig vrees en dat onze bevolking door hun bijdrage beschermd worden. Dit ongetwijfeld omdat zij zich dagelijks in het veld bevinden waar de kans om besmet te raken met het COVID-19 virus niet weg te denken is. Onze gezondheidswerkers zijn essentieel om patiënten in het ziekenhuis te behandelen, bij te staan en te begeleiden. Er moet dus gezorgd worden voor extra bescherming voor onze gezondheidswerkers. Als MMC-familie moeten wij gezamenlijk de samenleving dienen. Dit kan alleen als wij ons laten vaccineren tegen het virus die zoveel het leven heeft gekost. Ik wil van hieruit de totale gemeenschap vragen om niet bang te zijn om zich te laten vaccineren. Het vaccin is er juist om u te beschermen en blijft u zich altijd houden aan de COVID-19 maatregelen. Een extra woord van dank gaat uit naar het vaccinatieteam Paramaribo en Nikeri voor de tijd die ze nemen voor de zorg van deze vaccinatieperiode en de preventie van de verspreiding van het virus. Zowel het verpleegkundig personeel als ook het COVID-vaccinatieteam verdienen een welgemeende applaus en schouderklop voor hun braafheid. Want zonder hun zouden wij dit niet alleen kunnen doen. Mag ik een warm applaus voor hen? Deze samenwerking bewijst dat wij samen tot betere oplossingen en resultaten kunnen komen.
Een woord van erkentelijkheid aan de minister van Volksgezondheid en zijn team voor de ondersteuning die het MMC heeft mogen genieten. En tot slot wil ik een ieder hierbij bedanken, in welke vorm dan ook, met de komst van deze vaccinatie. En spreek de hoop uit dat wij geleidelijk aan richting het eind gaan van deze COVID-19 pandemie. Dr. Jagalal, die leiding geeft aan het COVID-19 team van het MMC, wierp een blik terug op het voorbije coronajaar in Nikeri. Hij roept alle Surinamers op zich te laten vaccineren en zich blijvend te beschermen tegen dit gevaarlijke virus. Om even terug te gaan in de tijd, zijn we in 2019, ergens in november, geconfronteerd met een vreemd virus in Wuhan. Wij hadden nooit gedacht dat wij ook geconfronteerd zouden worden ermee in Suriname. We zagen geleidelijk aan dat landen hun grenzen dichtgooiden. En rond februari kwamen we langzamerhand tot besef dat wij Suriname ook niet gespaard zouden blijven. We zijn gelijk aan het werk gegaan om aanpassingen te plegen om eventuele patiënten goed adequaat op te vangen, om verdere verspreidingen tegen te gaan. We zijn bezig geweest in het ziekenhuis. Er is van alles gebeurd. Er is downsizing plaatsgevonden van opname van patiënten. Operatiepatiënten werden alleen maar uitgevoerd, wat betreft alleen maar spoedgevallen. Polyklinieken werden alleen maar voor spoedgevallen bezocht. Kortom, het is heel veel geweest. Ook het gemeenschap is niet gespaard gebleven. We zagen geleidelijk aan feesten werden geannuleerd. Avondklok werd afgekondigd, maar wat het ergste was, dat we niet op een gepaste manier afscheid konden nemen van onze geliefden, op de manier waarop wij gewend waren in Suriname. Vandaag, 7 maart, zijn we zover dat we start zijn kunnen geven in Nikeri voor de vaccinatie. Als we dit gaan aanhalen hier, en deze berichten bereiken de Nikeriaanse volk, dan is het aannemelijk dat er verwachtingen worden gecreëerd. Verwachtingen in die zin van, we zijn er al. Maar dat is er nog niet. Het proces is vandaag op gang gezet en het heeft nog een lange weg. Ik wil van hieruit, als COVID-voorzitter MMC, alle medewerkers van MMC vragen, oproepen om zich massaal gemotiveerd op te geven voor vaccinatie. Ook de gemeenschap wil ik oproepen om voorlopig nog alle maatregelen in acht te nemen. We zijn er nog niet. We hebben nog een lange proces te gaan. Gezamenlijk zullen we dit tot goed einde brengen. Ik vraag aan ieder om zich te beschermen. Bescherm uw naaste. Bescherm de mensheid. Dank u wel. Dr. Gokul, die op Volksgezondheid het Nationale Immunisatieprogramma leidt, ging nader in detail over het nut en de noodzaak van het COVID-19-vaccin. Waarom zou je je dan moeten vaccineren met het Covishield-vaccin? Het Covishield-vaccin biedt een persoonlijke bescherming aan u allen. Het vaccin doet het lichaam geloven dat u het virus hebt en u zal dan hierdoor antistoffen aanmaken. Op die manier wordt het lichaam en het afweersysteem klaargestoomd voor wanneer het COVID-virus echt zou aanvallen. Een groot voordeel van de vaccinatie is dat u niet eerst de ziekte moet doormaken en zo ook geen risico loopt op de soms ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte. Het vaccineren in Suriname zal in fase geschieden waarbij er zodanig wordt gevaccineerd dat het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte onder de meest kwetsbaren onder ons eerst aan de beurt komen. Dat zijn de gezondheidswerkers die de zorg in stand houden, maar tegelijkertijd het meeste risico lopen om geïnfecteerd te raken en ook het meeste risico voor andere vormen. De ouderen onder ons, zij hebben ook een groot risico voor een ernstig verloop van COVID-19. Hetzelfde geldt ook voor mensen met chronische ziekten,
zoals mensen met hart- en longaandoeningen, suikerziekte, hoge bloeddruk en dergelijke. Gezondheidswerkers, u gaat vandaag als frontliner uit onze gezondheidszorg worden gevaccineerd met het Covishield vaccin, geproduceerd door het Serum Institute of India, ook wel bekend als AstraZeneca vaccin. Weet dat u vandaag de eerste dosis toegediend krijgt en dat u de tweede dosis na 10 weken zal moeten ontvangen. Wilt u een goede bescherming hebben? Dat betekent niet dat u geen enkele preventiemaatregelen meer in acht hoeft te nemen. Voor, tijdens en na vaccinatie is het dus belangrijk om door te gaan met het volgen van de standaard voorzorgsmaatregelen voor infectiepreventie en bestrijding. Dat betekent dus nog steeds gezondheidschecks, testen indien nodig, mohana en thuis blijven als je ziek bent. In zijn toespraak bij de introductie van de vaccinaties in Nikeri stond onze gezondheidsminister stil bij de inrichting en de planning van het Suriname COVID-19 vaccinatiefonds SCVF, een privaat-publieke samenwerking om de bestelling en levering van meer vaccins veilig te stellen. Het traject dat door de autoriteiten wordt uitgezet is om 75% tot 80% van de populatie te vaccineren, waardoor tot normalisatie van het leven van alle dag kan worden overgegaan. In Nikeri kan die target worden bereikt als de komende maanden zo'n 25.000 Nikerianen worden gevaccineerd. We hebben dus onze eerste 1000 doses reeds gebruikt en gaan we nu verder met die 50.000 doses. Alles is van hetzelfde merk, hetzelfde producent, dus het is eigenlijk gewoon een continuering van waarmee we zijn gestart. We hoeven geen nieuwe protocollen te schrijven, we hoeven geen nieuwe procedures in acht te nemen. Het zijn dezelfde vaccins van dezelfde fabrikant. Dus het traject gaat worden geïntensiveerd. Wij willen zoveel mogelijk personen in Suriname vaccineren. Ik lees nog vanmorgen een advies vanuit de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten die zeggen 75% tot 85%. Kan al leiden tot normalcy. Dus dat als je 75% tot 85% van je populatie vaccineert, dan kan je al terug naar normaal. Dat betekent voor Nikeri tussen 0 en 18 nog niet. Maar als je dat aftrekt en je daarvan nog een 75% neemt, dat je bij de 25.000 zit, dat is denk ik dat we onze target is. En hoe gaan we die 25.000 halen? Volgens categorieën. Maar ook volgens beschikbaarheid. Als je meer vaccins hebt, kan je uiteraard sneller en meer personen vaccineren. Dus 25.000 DC moet lukken. Binnen een paar maanden moeten we het kunnen halen. Maar wij moeten u natuurlijk bevoorraden met vaccins. En dat traject, dat wordt op het niveau van de regering opgepakt. Wij kijken naar verschillende mogelijkheden. En we zijn hoopvol gestemd. Directeur weet het. We zijn hoopvol gestemd omdat we onderhandelen. We zijn continu in onderhandeling met potentiële leveranciers, met potentiële bevriende landen die ons ook zouden kunnen helpen. En daarvoor hebben wij een COVID-vaccinfonds opgezet. COVID-vaccinfonds Suriname heet het, CVFS, waarbij een initiatief is genomen vanuit de regering, met name het ministerie van Volksgezondheid, Financiën en Buitenlandse Zaken, en het bedrijfsleven, de VSB, die gezamenlijk een fonds hebben opgezet om personen, bedrijven, organisaties of diaspora, noem het maar op, die geïnteresseerd zijn en een bijdrage willen leveren aan fondsvorming en fondswerving, dat de mensen de gelegenheid hebben om het geld ergens te storten. En dat kunt u, hoeft u niet gewoon te doen, u hoeft er niet op mijn rekening te storten of op de rekening van de minister van Financiën. Maar daarvoor hebben we een veilig fonds, transparant en eerlijk, zo eerlijk mogelijk, dat wij proberen de gelden die daar zijn, zo transparant mogelijk. Er is een commissie, een bestuur dan, die daarover gaat, compleet met penningmeester, etc. En ze gaan het wekelijks of maandelijks rapporteren hoeveel geld in het fonds zit. En er zijn al stortingen gepleegd. En ik weet dat er in Nikeri een aantal, zal ik het zeggen, personen zijn die heel graag zouden willen financieren. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt, ben persoonlijk benaderd.
Dus van deze plaats uit roep ik alle potentiële donoren en personen die ons willen ondersteunen in dit traject, dat ze hun geld en de middelen in het fonds storten. De rekeningnummers die worden al vertoond op de televisie. We zullen ook speciale video's daarover maken en daar zal meer duidelijkheid komen binnenkort. Uiteraard is het belangrijk dat u weet dat die gelden alleen besteed gaan worden voor vaccin en de logistiek eromheen. Want het is niet alleen het vaccin. Het is niet alleen het vaccin wat we moeten kopen. Het is veel meer. De heer Gokul is niet nader op ingegaan, maar de hele transport, opslag, vervoer, logistiek eromheen, personeel trainen, alles kost geld. Niets is gratis. We mogen nog blij zijn dat we de 51.000 weliswaar tot Suriname toe geleverd hebben, kosteloos. We hebben geen cent hoeven te betalen. En ik wil ook als dank het signaal geven aan de Indiase regering dat wij zeer verheugd zijn met deze gesten, zodat wij nu al goed op dreef kunnen komen met onze vaccins. Mag ik een applaus voor de Indiase regering? De senioren burgers Shulan laten ook niets aan het toeval over. Zij kijken reikhalsend uit naar de dag waarop ze gevaccineerd mogen worden. U hoeft mij dat niet tweemaal te vragen. Het eerste wat ik gelijk ga zeggen als iemand me vraagt, ik ben een van de eersten in de rij om me te laten vaccineren. Omdat ik weet dat zonder het vaccin het heel lang zal duren voordat er een halt wordt toegeroepen aan het COVID-vaccin. Dus in ieder geval, ik denk dat het een vraag is die gelijk met ja beantwoord moet worden. Ik ben een van de eerste mensen die zich zal aanmelden. Ja, ik ga me zeker vaccineren. Ik heb wel een kwaaltje, dus ik moet dat goed bekijken, maar ik wil zo graag. Dus ik ga even dat met de dokter afspreken. Ik heb een allergie, dus, maar die hebben me al gezegd dat het niet veel uitmaakt. Maar je bent altijd een beetje bang, want dan ben je een beetje risico. Maar trots dat zal ik het altijd promoten, want met het vaccin heb je de pandemie eerder onder controle. En daar vecht ik voor. Omdat ik wil dat die pandemie zo gauw mogelijk voorbij is. Het is geen leven zo om afstand te houden van elkaar en elkaar niet te kunnen omhelzen en knuffelen. Nee, dat moet weg. We moeten weer normaal kunnen leven. Dit is abnormaal. We moeten terug naar het normale. En dat is elkaar omhelzen, een brassa geven, niet bang hoeven te zijn. En dat kan als je dat vaccin neemt. Dan kunnen we zo gauw mogelijk terug naar die mooie tijd van vroeger. Voor degenen die twijfelen, ik kan me voorstellen dat nieuwe dingen zijn altijd moeilijk. Je weet niet hoe dat zal lopen. Er zijn zoveel mensen die doemdenkers, mensen die zeggen niet doen. Je weet niet waar het vandaan komt en wat je allemaal binnenkrijgt. Maar ik vertrouw op de medici, ik vertrouw op onze frontliners. Ik geloof dat het een goede zaak is en ik denk dat die mensen die twijfelen, dat ze hun twijfels aan de kant moeten zetten en zich gewoon moeten laten vaccineren. We vertrouwen op onze schepper die ons boven alles zal helpen en de frontliners, de medici, ja, zijn wetenschappers en ik vertrouw volledig op hen. De twijfels wil ik zeggen, laat je informeren. Kijk niet naar die gekke apps die allemaal zo tegen zijn. Kijk zelf naar de mensen die zich al hebben gevaccineerd. Ze zijn springlevend, ze zijn lekker. En er zijn al zoveel mensen die het hebben gedaan. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Zoals u heeft gezien gaat alles wat nu in Suriname gaat om vaccineren. Maar blijft u zich natuurlijk houden aan de COVID-maatregelen. Mohana, tot morgen.